Oké, jongens en meiden, ik wilde deze video eerst staand gaan opnemen. Ik bedoel zittend. Oh, ik ben helemaal verward. Ik wilde eerst deze video zittend gaan opnemen. Maar ik dacht, ik ben veel te hype om dit zittend op te gaan nemen. Toch ga ik waarschijnlijk eventjes zitten, maar oh, ik wil jullie gewoon eventjes laten zien hoe blij ik ben. En oh, woo! Jongens en meiden, oh mijn god. Oké, hoe ga ik dit vertellen? Ja, weet je, het stomme is, het staat al in de titel en ah, het is geen clickbait, het is echt waar. Ik ga dus een bioscoopfilm maken. Oh mijn... Ik moet me inhouden, ik moet me inhouden. Jongens en meiden, zoals jullie weten maak ik al sinds mijn 14e video's. Ik ben op dit moment 20 en ik had oprecht nooit gedacht dat alles wat ik mee heb gemaakt de laatste 6 jaar ooit zou gebeuren. Dat alles wat ik heb gedaan, dat dat ooit werkelijkheid zou worden. Ik bedoel dat ik hier door YouTube in mijn eigen appartement zit op mijn 20 jaar. Dat ik zoveel dingen heb bereikt die ik al wilde bereiken. Dat ik ooit 1 miljoen volgers zou bereiken. Dat was allemaal nooit mogelijk geweest zonder jullie natuurlijk. Dat is echt zo ontzettend lijp om dat soms te beseffen. En soms sta ik daar ook gewoon niet genoeg bij stil. Dat ik echt denk van, kijk eens terug en kijk eens even wat er allemaal gebeurd is. Al die meetings, al die mensen die je aanspreken op straat. Dan zet jij maar 1 stap uit de deur of uit de auto, dat gelijk mensen naar je toe komen of weet ik van wat. Het is onwerkelijk eigenlijk als ik daar allemaal over nadenk en wat ik allemaal heb kunnen doen. En nu vragen jullie natuurlijk af, oké, vertel me alsjeblieft meer. Stop maar met dat gezeur en vertel me alsjeblieft gewoon meer. Een tijdje geleden werd ik dus gebeld door Bas van Teylingen. Eigenlijk werd mijn vader gebeld. En Bas van Teylingen, die kennen jullie misschien wel. Dat is dus ook degene die de film van Dylan Haags heeft gemaakt samen met Dylan dus. En hij belde mijn vader een tijdje geleden of een aantal maanden geleden op van, hey, lijkt het je leuk om samen met Jill een bioscoopfilm te maken? En ik was natuurlijk echt zo van, een bioscoopfilm? Serieus? Wow, wacht even. Een bioscoopfilm is zeg maar wel echt next level. Ik bedoel, ik begon 6 jaar geleden met video's maken op mijn kamer. En met gewoon een stomme camera mijn beeldscherm filmen. En dat ik daar met een piepstemmetje onderdoor praatte. En ik had natuurlijk nooit durven dromen of nooit durven te denken dat ik ooit maar zo ver zou komen. Dat ik ooit zoveel mensen zou bereiken zoals jij die nu deze video kijkt. Ik bedoel, 6 jaar geleden had ik dat nooit gedacht. Als je aan mij vraagt, 6 jaar geleden, van denk je dat je over 6 jaar je eigen appartement hebt, je 2 Mongolenkatten in huis, je droomauto en 1 miljoen abonnees, dan had ik echt je aangekeken, had ik je keihard in je gezicht uitgelachen en had ik echt gedacht van, wat? Weet je, maar daarom, ik bedoel, ik kan het soms gewoon allemaal niet beseffen hoe snel het is gegaan. En nu komt er dus een bioscoopfilm. Hoe lijp is dat? Ik heb natuurlijk al een paar keer in een film gespeeld. Zoals in Misfit, wat ook heel erg leuk was. Een klein rolletje in de film van Dylan dus zelf. En een heel klein rolletje in een andere film, Storm. Maar voor de rest nooit echt een hele grote rol. En nu is het dus gelijk dit. Ik ga jullie gelijk meer vertellen over de film, jongens en meiden. Want dat is hetgeen wat jullie natuurlijk willen weten. En waarom jij deze video waarschijnlijk ook hebt aangeklikt. Dat je echt denkt van, maar waar gaat de film dan over? Ik kan niet alles vertellen waar die over gaat. Dat lijkt me logisch. Maar het wordt dus mijn eigen bioscoopfilm. En de titel daarvan is dus Project Geo. En dan vraag jij je natuurlijk af, waar gaat de film over? Dat kan ik jullie in het kort uitleggen. Maar ik kan niet meer vertellen. Want ik, ja, dan heeft het geen zin meer om naar de bioscoop te gaan. Dan weten jullie alles al. Het idee is dus zo dat mijn ouders hebben net een spiksplinter nieuwe villa gekocht. Echt de lijpste villa die je maar kan indenken. Met alles erop en eraan. En mijn ouders besluiten dus om 2 weken op vakantie te gaan en ik moet in die 2 weken op het huis gaan passen en het lijkt mij dus een goed idee om een feestje te geven. 1 ding, alles gaat fout en alles loopt helemaal mis en gaat helemaal verkeerd en ik moet er in die 2 weken voor zorgen op welke manier dan ook dat ik gewoon ervoor zorg dat die villa weer heel wordt, dat alles weer gewoon zo was als dat het was dus en dat mijn ouders niks doorhebben na die 2 weken als ze thuiskomen. Maar er gebeuren tussen die tijd nog allerlei andere dingen. En dan denk je, oké, maar dat is toch helemaal niet zo heel erg moeilijk. Je huurt gewoon wat mensen in die het huis fixen of wat dan ook. Ja, daar kan ik dus allemaal niks over vertellen wat er nog gaat gebeuren. Maar ik moet er ook nog eens in die film voor zorgen dat ik dus aan mijn miljoen volgers
ook niks laat merken. Ik vlog gewoon dagelijks en ik moet aan niemand of wat dan ook laten merken. Aan al die miljoen kijkers ook niet laten merken dat het hele huis gewoon aan gort is. Dat het kapot is. Oftewel, het is een hele uitdaging. Het wordt super grappig en het wordt super leuk. Er gaan nog veel meer mensen ook in spelen. Er gaan bekende YouTubers in spelen. Andere bekende Nederlanders. Bekende acteurs. Van alles. Maar daar mag ik nog niks over zeggen, want dat komt allemaal pas binnenkort. Maar, Nu heb je misschien nog één vraag en dat is dus wanneer gaat de film in première? Wanneer komt de film in de bioscoop? De film komt dus gepland eind dit jaar in de bioscoop en dat wordt dus in december. De datum is nog niet 100% zeker wanneer dat wordt. Maar nu ik dit allemaal zo zit te vertellen, ik besef het gewoon allemaal ook nog steeds niet. Dat ik echt denk van... Jongens en mij, dit wordt zo ziek. Wat ook leuk is om te zeggen is dus dat ik tijdens het opnemen van de film gewoon door blijf vloggen natuurlijk. Er komt ook een speciale backstage serie op mijn kanaal waar je dus alles gaat meemaken van wie er inspeelt, wat er gebeurt op de set, wat er allemaal voor rare dingen daar eigenlijk plaatsvinden en weet ik veel wat. Het wordt super gaaf allemaal en dat gaan jullie dus de komende maanden allemaal zien, dus ook op mijn kanaal. En uiteindelijk komt de film dus in die bioscoop en hoop ik dat we daar met z'n allen natuurlijk gewoon allemaal massaal naartoe gaan. In ieder geval, dat wilde ik dus kwijt. Ik weet niet wat ik er nog meer over kan zeggen. Ik zie er helemaal verwilderd uit omdat ik zo blij ben. Sorry, ik moest het even kwijt en ik ben blij dat het er nu uit is. Ik kon jullie nog niks vertellen de afgelopen weken en de afgelopen tijd. Maar nu kan ik het dus eindelijk eruit gooien en is het woord eruit. Jongens en meiden, ik heb hartstikke veel zin in. Ik hoop jullie ook. Ik kan niet wachten. Heb je nou vragen of wat dan ook? Laat het dan hierachter maar gewoon lekker achter in de comments over acteurs, over weet ik veel wat. Weet je, je zal vast wel vragen hebben. Stel ze maar gewoon lekker in de reacties. En dan gaan we samen dit avontuur weer aan. Bedankt voor het kijken. Mijn eigen vlogs komen er natuurlijk gewoon weer aan de komende dagen. Maar ik wilde dit speciaal eventjes naar buiten brengen met een hele video erover. En ik zeg nu, dus echt... Later.